So, ein regenachtiger Mittag mit Brian in der Tür. Zoals u het ziet, geef ik de update van mijn kootplantje. We zijn bezig lekker te kroppen. Kijk hier. Hier. Hier ook. In een eenvoudige bloemenpot gedaan. En als voeding gebruik ik, laat ik koeienmest weken in water. Kijk, gezellig hier. En dat wordt aan de plantjes gegeven. Ik geef ook rijstwater hoor. Dus dat ook krijgt de koolplantje erbij. Meestal die geef ik rijstwater 1 of 2 keer per week. En ze groeien aardig. Verder gebruik ik rijstwater ook, dat ik laat weken, een hele week, kijkt u hier. Dus later op de dag, in de avonduren, ga ik dan de bladeren weer spuiten. Is een kleine proef om te kijken. De plagen die op de koolplanten, de bladeren komen. Dus daarmee spuit ik hem even, kijken als het lukt. En als het lukt, ga ik het dan in het vervolg zo moeten doen. Dus zoveel mogelijk chemisch materiaal gebruiken. Meer biologisch. Dus daarom test ik al mijn producten uit. Op de plantjes. Ziet u? Ik heb nog niets kunnen merken aan de bladeren. Dus later in de avond, dan ga ik hem spuiten. Voor de rest groeien ze goed. Heel mooi. Ik zou zeggen, een rustige dag verder met Brian in de tuin, de verzorging van mijn koolplantjes en de middelen die ik ervoor gebruik ter bestrijding van plagen en de mestsoorten. Dit keer heb ik koeienmest gebruikt, die heb ik laten weken in water en vervolgens geef ik die aan de planten 2 keer per week.